Je kunt beginnen. Ja, ben ik in beeld? Ja. Goed. Allereerst dank aan Raaf Katsman dat hij aan mij het woord heeft gegeven. Het onderwerp is Pesach en de innerlijke revolutie. Een van de meest opmerkelijke rabbijnen in Nederland in de 19e eeuw, dat was de opperrabbijn van Friesland. Hij woonde in Leeuwarden, zijn naam was Raaf Benedictus Doesnoes, kwam oorspronkelijk uit Praag en hij was opperrabbijn van 1840 tot 1886 toen hij is overleden. Hij is tussendoor van 1848 tot 1851 ook nog ad interim opperrabbijn van Groningen geweest. En hij was opmerkelijk in verband met bepaalde opvattingen die hij had, opmerkelijk qua persoonlijkheid, qua creativiteit, originaliteit. En vooral de manier waarop hij een aantal in die tijd niet zo vaak voorkomende onderwerpen voor het voetlicht heeft weten te brengen. Zo was hij bijvoorbeeld, dat heeft nogal wat tumult veroorzaakt, hij heeft zich erg gekeerd tegen koorzang in shul. Hij vond dat iets geassimileerd, hij vond dat hoorde niet thuis in een shul. En een shul was geen concertzaal, een shul was om te davenen. En nou, het werd hem niet in dank door iedereen afgenomen. En hij had meer, er waren meer van dit soort voorbeelden. En hij was ook bekend als een van de laatste, misschien zelfs de laatste rabbijn in Nederland, officieel in functie, die consequent weigerde in een andere taal te spreken dan in het West-Jiddisch. Hoor je mij? Een van de meest opmerkelijke anekdotes rondom hem, die heeft te maken met het onderwerp van deze shiur. Het gebeurde in de zomer, naar zeggen in de zomer van 1863, dat hij had op een Shabbosmiddag had hij een klas van jongeren tussen de 15, 16 en 18 jaar. En ze spraken over reïncarnatie, Gilgul, reïncarnatie, en over wedergeboorte. En plotseling zegt hij tijdens de shiur, willen jullie echt zien, maar met je eigen ogen zien en beleven wat wedergeboorte is, wat Gilgul is, wat reïncarnatie is, dan komen jullie vanavond, 2:00 PM, Markse Shabbos, 2:00 PM, komen jullie met mij naar de Kevenovers, naar de Joodse begraafplaats hier, en dan zal ik jullie laten deelachtig laten maken, dan zal ik met jullie delen, dan zal ik samen met jullie gaan we zien de wedergeboorte. Iedereen was verbijsterd van deze reacties. Niemand had dat verwacht. En je begrijpt de opwinding bij deze leerlingen, die was gigantisch. Maar niet alleen dat. Toen ze thuis kwamen, iedereen vertelde het aan de ouders. En binnen de kortste keren, de hele kilis sprak nergens anders over, dat die Motje Shabbos laat Raaf Doesnoes op de Joodse begraafplaats in Leeuwarden, laat die zien, reïncarnatie, wedergeboorte. Die avond, het was zo tegen middernacht, meestal het uur waarop heel veel spookverhalen zich afspelen, en dat was natuurlijk ook niet voor niets dat Raaf Doesnoes dat tijdstip had gekozen. Toen verzamelde zich niet alleen zijn talmidim van die middag, maar bijna de hele kouders naar Leeuwarden kwam tezamen op de Joodse begraafplaats. Iedereen stond daar, werkelijk anticiperend en in grote afwachting. Wat gaat er gebeuren? En daar kwam Raaf Doesnoes aan. Raaf Doesnoes die sprak tegen hen en zei, luister. Jullie verwachten misschien dat we nu naar een matzijwe gaan. Dat we die matzijwe zullen zien bewegen. Dat daar degene die daaronder liggen, dat die zal naar boven komen en zal opnieuw beginnen te leven. Hij zegt, nee. We gaan niet naar een matzijwe steen. We gaan naar een paar andere stenen. Kleine steentjes. En hij liep met ze naar een grindveld waar allemaal kiezelstenen waren. En tussen die kiezelstenen groeide gras. En een beetje wat wij zouden noemen onkruid.
En wat bladeren was, dat groeide daar. En toen zegt hij, kijk, al deze kleine matcijfertjes, al deze kleine steentjes, die maken plaats voor reïncarnatie en wedergeboorte. Alles wat groeit in deze wereld, alles wat leeft in deze wereld, komt uit de wereld van wat wij noemen de dood. Het komt allemaal uit een wereld die wij niet kunnen beleven hier, zolang wij in ons lichaam zijn. Dat is wedergeboorte. En er ontstond een hevige discussie en een dialoog. En de hele les en alles waarom ging duurde meer dan een uur. Na afloop vroeg een van de bestuurders, Araf Doesnoes, u hebt een geweldige sier gegeven hier. Maar waarom was het nodig dat iedereen hier naar de Joodse begraafplaats moest komen? Toen antwoordde hij, nou weet ik zeker dat het voor generaties zal beklijven. Want als ik het gewoon in een les had verteld, dan was het geen beeldend onderwijs geweest. Nu zit het diep in de harten van iedereen. En dat heeft weer direct te maken met de zijdeavond. Want de zijdeavond is een avond waarin we niet spreken over vrijheid. Waarin we niet spreken en leren over bevrijding. Maar waarin we het behoren te beleven met ons hart en ziel. Dat is de zijdeavond. Gisteren hebben we Parshas Chodesh gehad. Wat iedereen waarschijnlijk thuis heeft gedavend. Gisteren heeft iedereen zijn thuis gedavend. Vanwege de makkijver, vanwege de fysieke omstandigheid waarin de hele wereld op dit moment zich verkeert. Parshas Chodesh. Over de nieuwe maan, over Rosh Chodesh, de mitzvah van Rosh Chodesh. Rav Chaim Shmulevitz, de beroemde Rosh Yeshiva van de Meir Yeshiva, vroeg ooit eens aan een overlevende van de Shoah. Hoe hebt u in hemelsnaam de Shoah kunnen overleven? De man gaf als antwoord, toen ik met een aantal andere Joden, toen wij in Auschwitz waren, ze hebben ons afgenomen Shabbos. Ze hebben ons Jontef afgenomen. Ze hebben ons alle mitzvot afgenomen, zo'n beetje die er waren. Maar één ding konden ze ons niet afnemen. De maan. Elke maand waren er een aantal jidden. Die keken naar de hemel net zo lang, totdat ze de eerste glimp, de eerste tekenen van de nieuwe maan zagen. Dan wisten ze het is Rosh Chodesh. En net zoals de maan zich vernieuwt, vernieuwen wij Joden om zich. En ze hebben Joden elke maand Kiddush Lewonen gemaakt. De beroemde broche die we zeggen in de eerste, tussen de derde en de veertiende dag van de nieuwe maand. En we hebben Kiddush Lewonen nagemaakt, Kiddush Lewonen over de maan. Dat de Kodesh Baruch Hu de maan vernieuwt. En zo vernieuwt hij ook ons. We hebben het vermogen en we hebben de capaciteit om altijd weer te vernieuwen. En interessant als je kijkt naar de Joodse geschiedenis. We zien dat het voortdurend gebaseerd is op volkomen vernieuwing. We zeggen het ook op de zijdeavond in het stukje geschiedenis. Want de zijdeavond is geen geschiedvertelling. Het is ook een geschiedvertelling. Maar een geschiedvertelling die ten dienste staat van onze neshama, van onze ziel, van onze Joodse beleving. Het is niet zomaar een herdenking, helemaal niet. We herdenken niets. We beleven iets. We hebben het over Abraham, de eerste aartsvader. Waar kwam Abraham vandaan? De vader van Abraham was Terach. Was Terach de ideale vader voor de eerste aartsvader, voor de grondlegger van niet alleen de Joodse levenswijze, maar Lahavdil, maar Kausagal ook van de levenswijze van alle andere religies. Dat we zeggen, alle andere bewegingen die toch een bepaalde relatie met het opperwezen nastreven. De vader van Abraham was het tegengestelde van dat. De vader van Abraham was Terach. Hij had een winkel in afgodenbeelden. Hij geloofde niet alleen in afgodendienst, hij verdiende daar zijn geld mee. Het ideale scenario om echt een hele verstokte afgodendienaar te zijn. Wat voor opvoeding moet Abraham hebben gehad? Je zou zo zeggen, niet de meest ideale schoonzoon. Wat was de grootste kracht van Abraham? De revolutie. De teshuwa. De omkeer. Abraham heeft
door zijn innerlijke leven, door zijn in nieuwsgierigheid, door zijn willen weten, door zijn willen leren, door zijn observaties, heeft hij zichzelf weten te veranderen van de zoon van een afgodendienaar tot de ontdekker dat er een Acordus Borgo is. Er is een God, er is een opperwezen die wij Acordus Borgo noemen. Daarom is Abraham de eerste. Hij is de eerste aartsvader geworden door de grootste revolutie die de wereld ooit heeft gekend. Het is namelijk de revolutie van een wereld die niet een relatie had met het opperwezen, naar een wereld die wel die relatie, de mogelijkheid kreeg tot die relatie, en die relatie ook is aangegaan. Maar het houdt niet op met Abraham, die revolutie en die vernieuwing. We zien het terug op een bepaalde manier bij Yitzchak. We zien het bij Jacob terug. We zien het bij de zonen van Jacob terug. En al helemaal bij Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ook al geen ideale opvoeding gaf voor een schoonzoon. Moshe Rabbeinu die het grootste deel van zijn jeugd heeft doorgebracht. In de plaats die het meest ver verwijderd was van de Acordus Borgo, van Jiddischkeit, van alles. Het paleis van de farao. Ik weet niet of we realiseren wat dat inhield, de parooi. Ik weet niet of we realiseren wat Egypte inhield. In de tijd dat wij slaven waren in Egypte, in de oudheid, was er geen rijk dat zo lang heeft bestaan als Egypte. Er was geen rijk wat 3000 jaar lang, een tijd langer dan de 2000 jaar waarin wij nou in ballingschap verkeren, sinds de Beit HaMikdash is verwoest. 1000 jaar langer, 3000 jaar lang heeft Mitzrayim bestaan als een enorme beschaving. Trouwens, zoals alle grote en rijke beschavingen, hebben ze dat natuurlijk opgebouwd door het uitbuiten, het misbruiken, het knechten, het vermoorden en op allerlei manieren willen profiteren van slaven. De grote beschavingen konden alleen maar bestaan dankzij uitbuiting, mishandeling, misbruik van massa's mensen. Egypte ook. Het was een cultuur en een beschaving en een land wat zo doordrongen was van afgodendienst. Wat zo ver verwijderd was van alles wat maar te maken zou hebben gehad met het dienen van de Acordus Borgo. Met een Joodse levenswijze. Degene die het minst geschikt was om dat te leiden hier op deze wereld, om als afgezant van de Acordus Borgo het Joodse volk uit Egypte te leiden, dat was Moshe Rabbeinu, dat was Mozes. Als wij in een sollicitatiecommissie zouden zitten, en zouden de sollicitanten komen voor de functie van redden van het Joodse volk, bevrijden van het Joodse volk. Wie redt ons uit Egypte? Wie voert ons naar de Har Sinai voor de Tauro? Ik denk dat Moshe Rabbeinu compleet kansloos was geweest. Wat zijn de eisen? Minstens een behoorlijke achtergrond. Goede Joodse kennis. Goede spreekvaardigheid. We weten allemaal dat Moshe Rabbeinu had een spraakgebrek. En wil je het Joodse volk leiden, een volk van allemaal smoezers, dan moet je zelf ook goed kunnen smoezen. Dan nog iets. Je moet toch wel een behoorlijke Joodse opvoeding hebben gehad en een enorme Joodse kennis. Vergeet het maar met Moshe. Had hij ook niet. Misschien behoorlijk wat relaties binnen het Joodse volk. Een network heet dat tegenwoordig. Hè? Je moet een network hebben. Iemand die dat wil doen, die moet toch wel een enorm netwerk hebben in de Joodse gemeenschap. Nou, dat is ook niet bepaald bevorderlijk als je in het paleis van de farao wordt opgevoed. Alles wat nodig was voor een redder van het Joodse volk, voor de Moshiach van die tijd, miste Moshe. Het feit dat hij het is geworden, is al een revolutie. Is al een complete vernieuwing. Mirjam had dat door. Zijn zuster Mirjam wist het. Die was een nevoer, een nevia. Ze was een profetes. Ze had een nevoer. Zij wist dat Moshe haar broertje zouden redden worden. Interessant in dit verband is, zij stond in het riet te wachten op wat er zou gaan gebeuren toen Moshe als baby in dat mandje lag.
En de Tauro zegt het. De Tauro zegt van ze keek om te kijken wat zou er gaan gebeuren. Maar dat wist ze toch al. Ze wist wat er zou gaan gebeuren. Hij zou worden gered. Want hij zou de redder zijn van het Joodse volk. Hij moest worden gered. Waar keek ze dan naar? Waar wachtte ze op? Ze wachtte op om te kijken wie hem zou redden. Wie de verdienste zou hebben om Moshe te redden. En dat was ook weer de minst geloofwaardige gebeurtenis die je zou verwachten. De dochter van de grote tegenspeler, Batya, Basjo of Batya, die heeft hem uit het water gehaald. In de hele geschiedenis speelt zich voortdurend af die revolutie, die complete vernieuwing van gebeurtenissen. Alles vernieuwt zich, niet alleen de maan, niet alleen het Joodse volk. Op de zijde avond. Alles is ook, het lijkt heel paradoxaal en tegenstrijdig, ook op de zijde avond. Neem, we beginnen de zijde avond met Kiddush, zoals elke Jontef. Dan onderbreken wij de zijde avond met karpas. En we dopen een stukje groente in zout water. Ja, beste luisteraars. Ik weet niet of jullie het realiseren. Het woord zijder betekent orde. Als er iets geen orde heeft, is het een Haggadah. Als er iets geen orde heeft, is het de orde van de zijderavond. Van een orde verwacht je dat het een bepaalde lijn heeft, dat het een bepaalde zaak heeft. En er zijn 15 onderwerpen die we noemen. Kadijs, Oergat en alles, noemen we allemaal van tevoren. Maar als we even kijken wat het inhoudt, wat zien we dan? Van de hak op de tak. Er zit geen enkele lijn in. Na Kiddush hoor je te gaan eten. Dat was normaal. Nee, dan moet de eerste Haggadah worden verteld. Oké, maar in plaats van Haggadah wordt verteld, wordt eerst een stukje groente in zout water gedoopt. Om de kinderen wakker te houden. Ik vraag me af in hoeveel gezinnen niet de vaders meer eerder wakker moeten worden gehouden dan de kinderen. Maar dat is een ander onderwerp. Maar goed, om de kinderen wakker te houden. Vervolgens, Alagma. We nodigen de gasten uit. Of we werken buitengewoon merkwaardige plek. Gasten nodig je uit voordat de zijdeavond begint. Niet op de zijdeavond zelf. En nou, ga je even stilstaan bij hoe nodig je gasten uit. Heb je ooit de tekst van Halagma goed bekeken? Als je gasten uitnodigt, dan wil je ze toch verwennen. Je wil ze lekker eten geven. Je wil ze een aangename ervaring geven. Je wil dat ze het prettig voelen. Tenzij je moet ze uitnodigen en je wil dat ze nooit meer terugkomen. Maar goed, daar ga ik niet vanuit. Heel goed, dus je wil je gasten een aangename avond worden. Maar toen nodig je ze uit. Halig mij zegt, we zijn slaven. En het brood de armoede te eten. Je nodigt in feite je gasten uit om slaaf te zijn. Vervolgens zeg je, ja, dit jaar zijn we slaven, volgend jaar zijn we vrij. Nou, dat wordt al duizenden jaar gezegd. Een beetje een normale gast trapt daar niet in. Dus je nodigt je gasten uit om het slaaf zijn te beleven, om matzes te eten, het brood van de armoede. En vervolgens te geloven dan maar in de hoop dat het volgend jaar beter wordt. Ga je daarvoor je gasten uitnodigen? Jongens, ik nodig jullie uit vanavond, heerlijke maaltijd, je krijgt niks, maar we hopen dat we volgende keer een betere maaltijd hebben. Is dat gastvrijheid? En wat is dat? Is dat de orde van een zijdeavond? Nou, dan denk je daarna, oké, dan gaan we nu misschien beginnen met de vertelling. Doe de eerste vier vragen. Nou, vragen zijn op zich al niet de 100% ideale omstandigheid voor een orde. Vragen kunnen alle kanten op gaan, de antwoorden kunnen alle kanten op gaan. En zeker in onze traditie, er is geen vraag wat niet minstens 70 antwoorden heeft. Dus waar is de orde? Wat is de orde van de zijder? Nou, dan denk je, na de vragen komt het antwoord, Avadina Yinu. Een klein stukje Avadina Yinu. En in plaats van dat dan de vertelling komt, wordt het weer onderbroken met het verhaal van vijf rabbijnen in Bnei Barak. En daarna een stukje van de vier zonen. En daarna komt Yishe Amdo en het zijn allemaal wat stukjes die niks met de geschiedvertelling aan zich te maken hebben. Verwarring alom. De hele zijde, de orde, is een grote wanorde. Van de hak op de tak. Dan begint inderdaad een stukje geschiedenis wat onderbroken wordt met een mooi ritueel van een druppel wijnsteed voor alle plagen. Goed, klein stukje orde misschien. Behalve voor degene die het tafelkleed moet afwassen. En daarna
zingen we dan Dayenu. Dan vervolgens hebben we dan het stukjes over Pesach Matzah Maror. Dat is de halacha is, dat is een heel belangrijk stuk. Dat moet iedereen, ook de vrouwen, moet het allemaal horen. En dan beginnen we te danken. Hallel. Als we Hallel zingen, dan mag het nooit worden onderbroken. Je mag geen woord zeggen in Hallel als je dat in shul zingt of waar dan ook. Op de zijde avond wordt het onderbroken niet door eventjes, door een hele maaltijd. Zelfs het dankzeggen, het Hallel, wordt aan flarden gescheurd. Letterlijk. We onderbreken het door eerst een braga en daarna de maaltijd. Nou, na de maaltijd wordt er dan de deur opengemaakt. We hopen dat Eliyahu Novi komt, alsof hij zo leuk vindt in zo'n warnorde te komen. Daar gaan we dan maar vanuit. En daarna wordt Hallel afgemaakt en dan wordt er nog een stuk gedavond en we hebben wat liederen. Maar kortom, die hele Haggadah is één stuk wanorde. Het is heel interessant dat er wordt gebracht in onze traditie een prachtig woord over het woord zijder. Iedereen die een beetje op de hoogte is van het leren en van onze traditie, die weet, we hebben verklaringen voor alles op vier niveaus. Het laagste niveau is pshat. Pshat niveau, dat is rationeel niveau. Dat is, ik zeg laag niveau, het is al moeilijk genoeg, daar gaat het niet om. Maar we kunnen het allemaal begrijpen, het is rationeel, het is logisch. Het gaat over de tekst, het gaat heel down to earth. Dat is de pshat. Dan heb je de remmes, dat is de hint. Dat is de hint, dat is wat dieper, dat gaat echt dieper. Dit woord, de remmes, dat geeft een bepaalde hint aan iets anders. Het zijn vaak getalswaardige matria's. Dan heb je de drash, midrash, uit de drash. Dat is nog dieper, drash is onderzoeken. Dat gaat heel diepe onderzoek. En tenslotte de sot, het geheim, dat is de Kabbalah, de mystieke benadering van de Torah. En dat is een diepe verklaring op het diepste niveau. De eerste vier letters van Pshat, Remes, Drash en Sot vormen het woord Pardes. Paradijs zouden we zeggen, Pardes, de tuin. De Seider heeft de letters van Sot, Drash en Remes. Maar niet van Pshat, niet van het rationele. Met andere woorden, we kunnen de Seider, wat daar gebeurt, nooit begrijpen op een puur rationeel niveau. Op het hele laagste niveau van rationeel is het nooit 100% niet alleen bevredigend, daar speelt het zich ook niet af. De zijde gaat veel dieper. En om dat te begrijpen, dat heeft ook dus te maken met die vragen die ik net heb gesteld over Halakma, over je nodigt je gasten uit om deel uit te maken van slavernij. En dat is ook al niet te begrijpen. Wat is dan de orde van de zijde? En dat is ook al niet te begrijpen. De orde van de zijde, het is allemaal wanorde. Het is allemaal door elkaar van de hak op de tak. Waar is de orde? Dan moeten we even teruggaan naar Mitzrayim. Ik weet niet of het altijd wordt gerealiseerd. We spreken altijd over Yetziat Mitzrayim. Uittocht uit Egypte. Dat is grammaticaal onjuist. Het klopt niet. De uitocht uit Egypte, als je dat grammaticaal wil brengen, dan is dat niet Yetziat Mitzrayim, maar Yetziat Mi Mitzrayim. De uitocht uit Egypte, het woordje Mi is uit. Je komt uit Amsterdam, Mi Amsterdam, uit Den Haag. Mi Den Haag. Of Mij Den Haag. Maar het woordje, het is een mem met of de I of de E eronder. Wat betekent dan Yetziat Mitzrayim? Het betekent niet de uittocht uit Egypte. Het betekent de uittocht van Egypte. Dat betekent Mitzrayim. Het is niet dat we beleven dat jij uit Mitzrayim bent getrokken. Dat Mitzrayim uit jou wordt gehaald. Dus is de vraag, wat is Mitzrayim? Wat als Mitzrayim uit jou moet worden gehaald? Wat van Mitzrayim moet uit jou worden gehaald? Mitzrayim is de wanorde. Wat die wanorde maakt, komen we zo op. Wat is de orde? De orde is jouw diepste innerlijke zelf. Akkoord is borg hoe de staat in het scheppingsverhaal in Bereis ziet.
HaKodesh Baruch Hu, die ademt de Nishmat Chayim, de levende Nishmat, de levende adem in de mens. Als je iets ademt, dan adem je iets wat van jezelf is. Als je knoflook hebt gegeten, dan weet de hele kamer dat je dat hebt gegeten. Want het komt uit jezelf, die knoflook adem. Als HaKodesh Baruch Hu ademt in ons, inademt, betekent dat dat in ons zit iets van HaKodesh Baruch Hu. Dat is die goddelijke ziel die we hebben. Dat is de orde. Dat zijde slaat op de pinteliyit. Die slaat op het innerlijke zelf van ons. Die slaat op het goddelijke wezen wat we hebben. Dat is het hele punt. En de zijde avond is er om te beleven dat wij Betzelem Elohim zijn geschapen. Dat wij goddelijke wezens zijn. Maar dat wij voortdurend te maken hebben met de Mitzrayim. We leven in een wereld van Mitzrayim. Alles om ons heen in Mitzrayim. We zijn zelf ook Mitzrayim. Wat is de wanorde? We hebben allemaal voortdurend van de hak op de tak onze gedachten. Onze gevoelens, onze emoties. Onze bezigheid zus, onze bezigheid zo. Onze activiteiten zus zo. We zijn voortdurend met allerlei tegenstrijdige dingen met andere dingen bezig. Maar vergeten we wel eens wat de kern is van ons, van ons leven. De kern is van ons wezen. Dat is dat innerlijke punt. Die innerlijke revolutie. Mitzrayim bestond volledig uit beelden. De cultuur was uit beelden. De zonnegod Ra of Re, hoe je het ook uitspreekt. Ze hadden allerlei andere, voor alles hadden ze hun afgoden. De Egyptenaren aanbaden hun paro's, die zagen ze ook als goden. Toen Moshe Rabbeinu davende, ging hij de stad uit. Want de stad kon hij niet davenen, er waren allemaal beelden. Maar het zijn niet alleen letterlijk beelden. Als je leeft in beelden, met beeldvorming, dan leef je in jouw Mitzrayim. Dan leef je als een slaaf. Als je bevrijding wil beleven, moet je eerst beleven wat het is om slaaf te zijn. Als je wil weten dat je wil worden bevrijd. Als je wil worden bevrijd, moet je weten waar zit je gevangen in. De zijde avond is een manier waarop we kunnen beleven, letterlijk ervaren en bewust zijn van onze eigen gevangenis, onze eigen gevangenschap. Het zien van je eigen slavernij. Er is in de eind 60e jaren, en dan ga ik eventjes buiten de directe Joodse traditie, maar het heeft een enorme impact gehad in de wereld destijds. En ik weet uit ervaring van velen dat er een behoorlijk aantal Joodse jongeren, die zijn uiteindelijk Baal Teshuva geworden door het lezen van dit boek. Dat was een boek geschreven door een eminente, vooraanstaande Joodse psychotherapeut in Amerika, Erich Fromm. Angst voor vrijheid. Die heeft een hele hoop jongeren een spiegel voorgehouden, niet alleen jongen, ook ouderen. Hoe ze de angst hadden om vrij te zijn. Vrijheid wordt vaak vertaald, doen waar je zin in hebt. Het volgen van je begeerte, van je behoefte. Het kunnen bevredigen van je begeerte, van je behoefte. Hij maakte op een hele andere manier, maar een directe manier duidelijk, hoe gevangen je bent in je behoefte en begeerte. Hoe je gevangen bent in je fysieke vooroordelen, in je beelden. Je hebt een beeld van jezelf. Als iemand naar je toe komt, maakt een rotopmerking tegen jou. Een rotopmerking die er eigenlijk op neerkomt, dat hij jou niet zo ziet zitten. En je bent boos, beledigd of gekwetst. Wat betekent dat? Dan leef je op dat moment niet in de werkelijkheid. Je leeft in een beeld. Je hebt een beeld van jezelf en dat beeld is gekwetst. Dat betekent, je bent slaaf van dat beeld. Je bent een gevangene van dat beeld. HaKodesh Baruch Hu is nooit in een beeld. Dat weten we. HaKodesh Baruch Hu is alleen in de waarheid. De waarheid is dat iemand een rotopmerking over jou maakt. De waarheid is dat iemand dus jou, dat jij in een beeld leeft, dat jij het als een rotopmerking ervaart. Als je dat beeld niet hebt, maar puur alleen maar leeft met HaKodesh Baruch Hu, leeft met de waarheid, dan zie je,
die persoon heeft misschien gelijk, dan heb ik aanleiding gegeven voor die rotopmerking. Of die persoon heeft niet gelijk, dan is het zijn probleem. Hoeveel conflicten, hoeveel frustraties, hoeveel narigheid kan niet worden opgelost als we beseffen hoe we in beelden leven. Hoe we gevangen zijn van onze beelden. Huh? Je bent boos op iemand omdat er een bepaalde ruzie is. En dan is er een beeld van die persoon of van de relatie. En dat woekert maar voort en dat gaat maar voort. Als je realiseert, en dat is ook vernieuwing, revolutie. Hoe elke seconde een nieuwe seconde is. Hoe alles wat gebeurd is, is gebeurd. En hoe die beelden een product zijn van je eigen geest, van je eigen mind, van jouw Mitzrayim. Want Mitzrayim, dat zijn de beelden. Mitzrayim, Meitzar, betekent letterlijk restrictie, gevangenis. Maar ook een gevangene in beelden, in conventies, geconditioneerdheid. Revolutie, innerlijke revolutie. Vernieuwing betekent wedergeboorte. Betekent opnieuw, steeds opnieuw, net als je vorige goed. Elke de maand vernieuwd, elke seconde vernieuwd, elke minuut vernieuwd. Vernieuwing betekent dat je werkelijk in verbinding staat met de Kodzibborgoe, want dat is werkelijkheid, niet in beelden. Maar om dat te weten en om dat te kunnen, moet je wel weten van die beelden. Moet je ervaren van die beelden. Moet je je bewust zijn van die gevangenschap. Daarom begint de zijde avond met holagmo. Daarom is de zijde avond zo wanordelijk. Van de hak op de tak, want het is Mitzrayim. We leven een stuk in Mitzrayim. Maar we zien ook de verbinding met de Kodesh Borgu in het dankzeggen. Het dankzeggen is de kern van de verbinding met de Kodesh Borgu. De hele beroemde, eminente raaf, Jacobson. Hij is een Amerikaanse rabbijn, een begenadigde spreker. Ga maar eens op internet opzoeken, hij heeft geweldige droosjes en shiurim ook. Ik wil uit een van zijn shiurim, wil ik een prachtige benadering citeren, die hij brengt over Pesach en over de zijde avond. Die naar mijn mening geweldig past, in ook in deze shiur. Hij zegt, wij zijn allemaal dieven. We zijn allemaal dieven. Sowieso letterlijk. Er zijn 5 voorbeelden van diefstallen die met de zijde avond te maken hebben. Ten eerste, in heel veel kringen stelen kinderen het afikamen. De matse die was toetje eten. En niet alleen dat, daarnaast chanteren ze hun ouders ook nog, of vader ook nog, je kan het terugkrijgen in ruil voor een mooi cadeau. Gezegd worden, niet in alle kringen doet men dat. In bepaalde Hasidische kringen en in Sephardische kringen zeggen we op de avond dat je bevrijding beleeft, ga je dan je kinderen leren stelen, dat doe je niet. Aan de andere kant, in Ashkenazische kringen, vele Ashkenazische kringen en andere kringen, zegt men, juist moet je een kind het laten doen vanwege bepaalde andere redenen. Het is niet in het kader van deze shiur om daarop in te gaan, maar de beide kanten hebben hele goede redenen om het wel of om het niet te doen. Maar er wordt gestolen. Een tweede vorm van diefstal is, we konden Egypte, de Torah brengt het, we konden Egypte verlaten, maar we hebben bij het verlaten van Egypte, hebben we een legeroofd van goud en van zilver. Dat is diefstal. Het is toch diefstal. Kan je zeggen, op een gegeven moment, de Gemara die brengt het Talmud, die brengt dat de Egyptenaren kwamen naar ons en die wilden dat we het allemaal terug zouden betalen. Toen heeft een gewone Jit heeft gewoon tegen Egypte gezegd, oké, prima. Maar dan dienen wij een rekening in voor al die eeuwen dat we slaaparbeid hebben gedaan. Toch was het niet, is het een vorm van diefstal. Als jouw baas jou niet betaalt, ga je hem voor bij dien brengen. Je kan hem voor een gerechtshof brengen. Je kan hem vervolgen laten voordat dat hij je betaalt. Maar je mag het niet zomaar stelen, je loon. Hij moet het jou betalen. Blijft diefstal als je het doet. Een derde vorm van diefstal die wordt gebracht, is dat we hebben eigenlijk, Gnevesadaas heet dat, misleiden. Als je iemand misleidt, dan stel je zijn gedachten. Je maakt een voorstelling van zaken die niet klopt, waardoor je iemands gedachten, iemands mening, iemands geestelijk als het ware steelt. Moshe heeft in feite
de farao misleid door steeds hem te laten denken dat we zouden weggaan voor 3 dagen. Toen we uiteindelijk helemaal weggingen, eerst de midden in de nacht de farao, heeft Mozes gezegd, ga weg, ik wil jullie niet meer. Hij wilde het Joodse volk dat ze weggingen, maar in zijn gedachten van farao was dat voor 3 dagen. Want zoals we de schaksel hebben gezien, Egypte was volledig afhankelijk van slaven. De prachtige beschaving, zoals alle prachtige beschavingen, waren opgebouwd door slaven. De geschiedenis van beschavingen is geschreven met het bloed van massa's mensen. Inclusief de westerse beschaving. Dus hij dacht voor 3 dagen prima, dan komen ze terug. Toen hij merkte dat we wegbleven, toen is hij ze alsnog achterna gegaan. Maar we zijn dus weggegaan door diefstal, door hem te laten denken dat het voor 3 dagen was. Want dat was steeds maar de bedoeling geweest. Mosje vroeg voor 3 dagen. Een vierde vorm van diefstal, op de zijde avond gebeurd. Dat was, we hebben het net in Purim gelezen, toen Esther Amalka in de Megillat Esther op de zijde avond, tegen alle regels in, tegen alle wetten in, de zaal van koning Ahasuerus betrad, waar hij op zijn troon zat, en begon te pleiten voor het Joodse volk. Ze nam een groot risico, ze stelde haar leven in de waagschaal. Ze nam een enorm risico daarmee. Maar ze stal, als je tegen de wetten ingaat, dan stel je als het ware de wetten. Het was een vorm van diefstal. Interessant te weten is dat ze die avond heeft ze dus, Ahasuerus en Haman, heeft ze op de maaltijd uitgenodigd om te pleiten voor het Joodse volk. Het was een zijde avond. Er staat in de tekst 4 keer het woord Yayin. Het heeft 4 keer wijn ingeschonken, de 4 bekers. En een vijfde vorm van diefstal op de zijde avond, die essentieel zou blijken te zijn voor het bestaan van het Joodse volk, is dat op die avond heeft Jacob de broges, de zegeningen die Yitzchak zou geven aan Esav, heeft Jacob gestolen. Dat was op die avond. Yitzchak wilde 2 lammetjes hebben. Waarom 2? Een persoon kan niet eens 1 lam opeten, laat staan 2. 1 lam was voor Korban Chagiga, het Yontef offer, en een andere lam was voor Korban Pesach. En toen Esav later kwam, toen zei Yitzchak ook tegen Esav, ik kan het niet meer eten. Maar dat sloeg dan. Hij mocht het niet meer eten, want na het Korban Pesach mag je niets meer eten, zoals wij na het Avikomen ook niets meer eten. Want het Avikomen, het matse, na het einde van de maaltijd, staat voor het Korban Pesach. We drinken dan nog wel de wijn of druivensap, wat je drinkt, maar we eten niet meer. En Yitzchak zei ook, je broer heeft die broges weggenomen, en dan staat er het woord bemirma. Bemirma, bemirmo, bemirma. Bemirma betekent, Rashi zegt, met wijsheid bekocht me. Maar de getalswaarde van het woord bemirma is afgekomen. Zo zie je ook het verband tussen die avond en de zijdeavond. De getalswaarde van het woord bemirma, de getalswaarde van de letters is hetzelfde als afgekomen. Het hele bestaan van het Joodse volk is eigenlijk diefstal. De antisemieten zeggen wij zijn dieven en rovers. Rashi brengt, een van de eerste Rashi's. Waarom begint de eerste Rashi begint de Kodesh Boerigu met de mitse van Rashi Gaudes? Waarom begint de Kodesh Boerigu met het hele settings van alles? Dat als de volken van de wereld zeggen, please teamat hem, dat jullie zijn rovers. Over Eretz Israël gaat het. Nou, we zien het, de Verenigde Naties en al de hele wereld beschouwt ons als rovers. Noemen we Judea Shomron bezette gebieden. Alsof het niet aan ons hoort. Maar op een ander niveau, wat de feestdag betreft en de Egypte betreft, zijn we ook rovers. In de ogen van Paro zijn we rovers, zijn we dieven. Waarom? In de ogen van Mitzrayim is het enige leven op deze wereld het leven van Mitzrayim, het leven van de beelden. Het leven van de vooroordelen. Het leven van de geconditioneerdheid. Het leven van alles wat op deze wereld is. En als wij leven naar onze Jiddische Neshomme, naar onze band met de Kodesh Baruch Hu, dan stelen wij als het ware Mitzrayim. Wij nemen dat weg uit ons. De Pari had 100% gelijk als hij zegt we zijn dieven. We hebben Mitzrayim gestolen uit ons. Dat is Yetziat Mitzrayim.
Dat is die innerlijke revolutie. Dat is die vernieuwing. Waarbij het vooral gaat in die innerlijke revolutie dat we weten waar die gevangenschap zit. Er wordt wel eens gezegd, ook in relaties. In een relatie met anderen hebben, in relatie met Coach Borgo. Het woord relatie. Je kan nooit een relatie hebben als je niet jezelf hebt vrijgemaakt van de obstakels voor een relatie. En de belangrijkste obstakel voor een relatie, dat zijn beelden. Man heeft een beeld van zijn vrouw. En als zijn vrouw daar niet aan voldoet, nou dan hoeft hij aan niet meer. Dan heeft hij nooit een relatie met haar gehad. Hij heeft alleen maar een relatie gehad met een beeld wat hij van haar had. Dat geldt in werkrelaties. In vriendschap, zogenaamde vriendschaprelaties. Een echte relatie is jezelf een stuk verwijderen en dan kan je empathie hebben en invloed in de ander. Ik begin me nu even op een gevaarlijk zijpad. Want het heeft niets te maken met Pesach. Maar ik heb niet zo lang geleden een geweldige waargebeurde geschiedenis gehoord. Over wat ik het mooiste voorbeeld vind. Het mooiste waargebeurde verhaal wat ik in jaren heb gehoord. Over empathie. En over jezelf kunnen verwijderen en het kunnen invullen in een ander. En ik wil het toch eventjes met jullie delen. Het is een paar jaar geleden gebeurd. Hij is inmiddels overleden, de toenmalige Wisnitzer Rebbe in Bnei Brak. De oude Wisnitzer Rebbe. En het speelt zich af nu ongeveer 10 jaar geleden. En het was zo, er was in Bnei Brak was een man die had zijn vrouw vrij jong verloren. Toen was zijn dochter 10 jaar. En als vader woonde hij met zijn dochter van 10 jaar dus. En hij heeft zijn dochter verder opgevoed. En ongeveer 9 jaar later, zijn dochter was 19, dan is hij verder gekomen en die dochter die is getrouwd. En bij de voorbereiding van het huwelijk, de man was een goosiet van de Wisnitzer Rebbe, toen is hij heeft hij zijn Rebbe natuurlijk ook uitgenodigd. Maar zo'n Rebbe gaat bijna nooit naar een gasten, want dat kan die gewoon niet. Er zijn elke avond gasten, er zijn elke avond simges, en zo'n Rebbe heeft daar gewoon de tijd niet voor. Dus de Rebbe heeft hem ook geantwoord. Sorry, ik kan niet komen, maar weet je wat je doet? Kom de avond voor de gasten met de kalle, met je dochter bij mij. Dan zal ik haar een mooie broche geven. Mooi zegen. Dat heeft hij gedaan. De avond voor de goppen is de vader met zijn dochter naar de wissie. De Rebbe gaat, die heeft haar prachtige broche gegeven. Heeft de vader ook een broche gegeven. Niet alleen dat de goppen goed zou zijn, dat de dochter een heel gelukkig huwelijk zou hebben. En de man is met zijn dochter naar huis gegaan. Volgende dag was de gop en de gasten. En alles is fantastisch gelopen. En na de gasten, om nu of 1:30, 2:00, komt de vader doodvermoeid thuis in zijn appartement. En hij maakt aanstalten om naar bed te gaan. En op dat moment wordt op de deur geklopt. De man gaat naar de deur. En hij ziet dat ze Rebbe, de Wisnitzer Rebbe staat voor de deur. Met zijn gabbe. De gabbe, de assistent van de Rebbe. En de man die denkt, Rebbe midden in de nacht. Hij heeft nog nooit bezoek midden in de nacht gekregen. Nou, de Rebbe zelf. Dus hij opent de deur en zegt, Rebbe, wat kan ik voor u doen? Waarop de Rebbe zegt, alsjeblieft, zou je me willen vergeven? Zou je me Michiele willen geven dat ik zo laat stoor? Toen zegt hij, nee, ik ben net thuis van de gasten, kom binnen. Ja, graag, mag ik even binnenkomen? Ja, kom binnen. En de Rebbe gaat zitten aan tafel met zijn gabbe. En die vader gaat ook zitten. En de Rebbe verontschuldigt zich weer. En zegt tegen de vader, luister, ik weet je bent moe. En zo, maar ik heb een aantal vragen die ik eigenlijk nu beantwoord wil hebben. Mag dat? En die vader zegt, ja natuurlijk, vraag maar. En de Rebbe stelt hele triviale down-to-earth vragen over de goppen en de gasten, de bruiloft. Hij vraagt aan de vader, luister, ja, ik zou graag willen weten. Wie hebben er allemaal de bragot gezegd, de zegeningen bij de goppen? En waren er veel mensen? En hoe is het verder gegaan daarna? En toen vroeg hij over de gasten, hij vroeg over het menu. Hij vroeg over de tafelschikking, vroeg hij. Hij vroeg of er nog mensen waren gekomen die niet waren uitgenodigd. En of er mensen niet waren gekomen die wel waren uitgenodigd. Hij hoefde geen namen te horen. Hij vroeg over de muziek, waar bestond de band uit?
Hij vroeg over in het dansen, over de verschillende binnenste en buitenste cirkels, dat allemaal gewoontes bij verschillende racistische groeperingen. Hij vroeg of er nog drashot waren, toespraken. Kortom, hij vroeg over alles, gewoon hele triviale dingen, over de bediening, over de zaal. En die vader die vertelde alles uitvoerig. En het was inmiddels 3:30 geworden, 4:15. En toen zegt de rebbe tegen die vader, luister, ik heb je de halve nacht opgehouden, het spijt me zo verschrikkelijk. Zegt de vader, nee, echt helemaal niet erg. Toen zegt de rebbe, nou misschien, mag ik nog één vraag stellen? Zegt de vader, ja natuurlijk. Dit is misschien een gekke vraag, maar waren de toiletten schoon? Toen zegt die vader, nou aan het begin van het feest wel. Toen zegt de rebbe, nou ja, misschien moeten we daaraan werken dat bij de cateraars en bij de zalen, dat het ook tussendoor wat vaker wordt schoongemaakt. Maar ik ben je ontzettend dankbaar dat je al die vragen zo hebt kunnen beantwoorden. Want die vader zegt, dat is helemaal niet waar. Ik ben dankbaar. Echt waar, zo'n grote kavot eer voor mij dat u bent gekomen. En hij laat de rebbe uit met de gabbe. En hij gaat naar bed. 3 maanden later, de rebbe overlijdt. Na de shloshim, na 30 dagen, is een speciale bijeenkomst. De nagedachtenis van de rebbe. En een van de sprekers daar is de gabbe. En de gabbe die vertelt over die bewuste avond. En toen hij met de rebbe terugliep naar huis, naar het appartement van de rebbe. Toen zegt hij, ik vroeg aan de rebbe, rebbe, ik ben al meer dan 25 jaar uw gabbe. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat u 's nachts bij iemand op bezoek ging. En dan helemaal niet zoals nu. Die vader die heeft net een uitputtende dag gehad, heeft zijn dochter onder de groppen gebracht. U bezoekt hem 's nachts om 2:30 en u houdt hem 2 uur lang aan de praat en u, alles. Waarom heeft u dat gedaan? Luister naar het antwoord van de rebbe. En dan weet je precies wat bevrijding is. Dan zou je nooit meer vergeten wat een innerlijke revolutie inhoudt. De rebbe antwoordde, die zei, luister. Wat doen ouders na de gassenen van een kind? Ze komen thuis. Er is 1 ding wat ze dan niet doen. Ze gaan niet gelijk slapen. Ze praten na over alles wat er gebeurd is die dag. Ze praten na niet over hoge filosofische of wat dan ook dingen. Ze praten na over het menu, over de muziek, over de mensen, over alles wat goed ging. De dingen die misschien wat minder goed gingen. Maar daarover praten ze. Deze man, voor het eerst van zijn leven, komt hij in een leeg huis. 10 jaar lang heeft hij met zijn dochter in dat huis geslapen. Voor het eerst slaapt zijn dochter niet meer thuis. Die man komt alleen thuis. Na zo'n simge voelt de alleen zijn, het alleen zijn en de eenzaamheid dat hij zijn vrouw niet meer heeft, voelt als zo pijnlijk dat ik dacht, hij moet het met iemand kunnen delen. Dat is het kunnen invoelen in de ander. Dat is het jezelf en al je beelden die jezelf hebt even opzij kunnen schuiven. Dat is de ware innerlijke revolutie. En het is heel interessant dat een van de zeldzame voorbeelden in de Sjoegen Aroeg, waarin staat dat er bepaalde mitsers zijn om bepaalde gevoelens en emoties op een juiste manier te beïnvloeden, vindt plaats op de zijdeavond. De karpas. Maar er wordt ook gebracht dat er nootjes aanwezig zijn voor de kinderen. Om hun nieuwsgierigheid op te wekken. Er wordt rekening gehouden met de gevoelens, met de emoties van kinderen. Maar niet alleen van kinderen, ook van volwassenen. Hou rekening mee, wat voelt men, wat voelt iemand. De Rokatsjov Rebbe. De Rokatsjov Rebbe was een van de gaonim in de vorige eeuw. Een gigantische Talmid Gochem en een Gaon en een Tzadik. Ik geloof dat Rosh over hebben ook aan de laatste Lubavitje Rebbe. Zijn getzadik Gochem heeft hij zijn smiegen gegeven. Dan ben je wel iemand. Die Rosh over hebben werd ooit de volgende vraag gesteld door iemand. Hij zegt, luister, we moeten het avikomen eten voor Chatzot, voor middernacht. Maar ik weet uit ervaring, er komen 21 kleinkinderen en kleinkinderen van mij, maar vooral 21 kleinkinderen komen bij mij op de avond. Ze willen allemaal Manistana zingen. Ze willen allemaal bepaalde dingen doen. Als ik ze dat laat doen, haal ik het nooit om voor gaat saus afrikaan te eten.
Wat is belangrijk? Dat ik het dan maar niet laat doen, of gedeeltelijk, en het avondkomen op tijd eet, of het wel laat doen het avondkomen daarna. De Rogatschover Rebbe had een heel kernachtig, fascinerend antwoord. Hij zei, als je echt de betekenis van een zijde beseft, is het geen vraag. Bevrijding begint met communiceren en invoelen. Een vraag antwoorden betekent de vraag invoelen. Wat leeft in die ander? Daarom is de vragen zijn centraal op de zijde avond. Vragen betekent iemand vraagt. Als hij echt vraagt. Die kinderen willen iets aan hun grootvader laten horen. Aan de anderen laten horen. Dat is de kern. Dat is de kern van de zijde avond. Er staat niet Willy Madeto, de winnaar. Er staat niet Jaleraai, zo'n officier Dantom. De Monero, zoals we in Kriyat Shema zeggen. Er staat wie God het om vertellen. Het verschil is, vertellen is een relatie. Je kan gevoelens hebben waarmee je Gemorre leert, zonder dat je een relatie opbouwt. De relatie is via het leren. Als je vertelt, dan heb je ook een relatie. Dan is er meer persoonlijk contact. Dat is de zijde avond. Dat is die revolutie. Die revolutie, die vernieuwing, die ook tot uitdrukking moet komen in een relatie. Je hoeft ook uit te komen in relatie met de medemens. Met, in de eerste plaats met je levenspartner, met je kinderen, met je ouders, met je familie. Begin thuis, maar ook in relatie met de gemeenschap. En ook in relatie natuurlijk met de Kodesh Baruch Hu. Dat is die innerlijke revolutie. We begrijpen nu ook waarom holachmo, halachma, op die plaats is aan het begin van de zijde avond. We nodigen de gasten uit, want ze zijn natuurlijk al uitgenodigd, dat ze nog een keer weten waar ze voor zijn uitgenodigd. Ze zijn uitgenodigd om te weten waar de gevangenschap is. En op die manier de vrijheid te kunnen beleven. In de laatste paar minuten van deze shiur wil ik wat dat betreft nog even een ander aspect benadrukken. In een vrij bekende raaf, een paar jaar geleden, vertelde dat er was iemand bij hem gekomen en die had gezegd dat hij 14 hagodes had gekocht als voorbereiding voor de zijde avond. En alle hagodes, de ene was nog origineler dan de ander en de ene was nog mooier dan de ander en de ene was nog beter dan de ander. En hij was zich keihard aan het voorbereiden. Die raaf vertelde, een paar weken na Pesach kwam hij de man tegen. En hij vroeg, hoe was het? Zei de avond. En de man was zeer teleurgesteld. Hij zegt, ik heb de ergste zijde avond ooit gehad. Hij zegt, alle voorbereidingen, na 1-2 verklaringen, was niemand meer geïnteresseerd. Wat moet ik dan doen? Ik heb voor niks voorbereid. Ik vond het eigenlijk een rotavond. Deze man heeft volkomen niet begrepen waar het om de zijde om gaat. Hij had een beeld al van de zijde gemaakt. Hij was echt in Mitzrayim. De zijde, de bevrijding van Mitzrayim, was het brengen van Mitzrayim. Hij had een beeld van de zijde, hoe die moest worden. Als hij eventjes dat beeld had losgelaten en had gecommuniceerd met de aanwezigen. En in plaats van zijn eigen beeld, zijn eigen kennis wilde spuien, meer had gevraagd. Zorg dat je kennis hebt, dat je vragen kan beantwoorden. Maar had gevraagd en gecommuniceerd over wat er staat in de Haggadah. Wat er gebeurt op Pesach. Dan was het een echte bevrijding geweest. Dit is wel het meest markante voorbeeld. Hoe zelfs Mitzrayim in de vermomming als bevrijding kan voortwoekeren. Je tziat Mitzrayim is bevrijding van Egypte. Bevrijding van gevangenschap. Bevrijding van angst. Van frustratie. We weten dat Kodesh Baruch Hu alles is in zijn handen. Wij moeten ons best doen.
En als dat niet lukt, moet het accepteren wat de Kodesh Borgo doet. We zitten midden in, een, in de wereld in een crisis. Dat kan niemand ontkennen. We zitten in een crisis van bedreigingen, van ziektes en besmettingen. Wij moeten ons best doen. En als het desondanks toch niet altijd lukt, dan weten we, is het in het plan van de Kodesh Borgo. Dat ontslaat ons niet van de plichten die wij hebben. Ik dank de organisatoren van deze Zoom-bijeenkomsten. Van deze shiurim bedank ik grote skouk voor de COVID die ik heb mogen hebben om met, de, met jullie dit te mogen delen. Jullie allemaal een koosjere en vooral een simgedikke jontef. Er is, een jontef is geen jontef als er niet simg is. Simge vreugde, vreugde om het feit dat er een Kodesh Borgo niet alleen is. Simge om alles wat je hebt gekregen van een Kodesh Borgo. Maar ook simge om het feit dat hij jou heeft geschapen als een wezen, als een mens, Betzelem Elohim. En omdat jij bent geschapen, zegt de Kodesh Borgo, de wereld kan niet zonder jou. Zolang jij leeft, vindt de Kodesh Borgo dat de wereld niet zonder jou kan. Alleen al dat besef, hoe belangrijk jij niet bent, maar ook hoe belangrijk het is dat die, jij, die ego van jou, dat je die opzij kan schuiven. Want dat is ook een beeld weer, die ego. En dat je dat beeld, dat Mitzrayim van jou, opzij kan schuiven om plaats te maken voor de ander, plaats maken voor Kodesh Borgo. Een koosjere en simchadikke Pesach. Rabijn van Dijk, misschien hebben mensen nog vragen. Ja, prima. Moet ik terugkeren? Ik, nogmaals, het is de eerste keer in mijn leven dat ik hier met. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik met Zoom werk. Dus het gaat misschien een beetje onhandig. Even kijken. Nee, even. Hoe werkt het? Ja. En Yankee? Als mensen een vraag willen stellen, dan kunnen ze zelf hun microfoon weer aanzetten. En dan kan je dat horen. Oké, okay, prima. Dan blijf ik nog even online. Alleen ik zie geen video meer. Ik heb geen vragen, maar ik wil u hartelijk danken mocht ik hoorbaar zijn. En ik wens iedereen inderdaad een kosher Pesach. Shavua tov. Dank u ook, dank u ook. Dank u wel.